We weten, de grote focus is natuurlijk naar die eindronde toe. Maar je mag absoluut oprekenen dat alle spelers en ook iedereen die bij de ploeg betrokken is, zich maximaal gaan geven voor een schitterend resultaat te kunnen halen op de bekerfinale. Maar ja, dus ik heb een opstekertje ook na een seizoen ja, die een klein beetje mislopen is op alle gebieden. En ik vind het heel een pluspunt ik heb voor de supporters, want over heel het seizoen en die mensen enorm veel moeten incasseren. Ik kijk er wel naar uit, vooral op de Heizel. Toffe sfeer, mooi stadion, heel veel volk, heel veel ambiance. We zijn wel met iets minder volk, maar ik denk wel dat het heel tof is om te komen. Sowieso de laatste twee dagen leven we er volop naar de beker. En we gaan echt wel alles geven, maar wel met de eindronde in ons achterhoofd. Maar toch een volle bak voor de finale. Ik heb er als speler ook een aantal meegemaakt. Natuurlijk, een bekerfinale is enkel heel leuk als je ze ook wint. Maar er staan is natuurlijk ook al een feit. En ik denk dat de spelers daar moeten van profiteren, zich amuseren en vooral niet te veel focussen op wat moet. Ja, laat ons zeggen, de bekerfinale voor ons kan een grote ontlading zijn. En dan denk ik en hoop ik ook dat wij veel supporters meekrijgen. De supporters die ons het hele jaar gesteund hebben. Maar gewoon nogmaals dank. En ik hoop dat we er terug een feest van maken. Iedereen geeft natuurlijk Genk de grootste kans. Maar ik denk dat dat precies ons voordeel is, dat wij als underdog voor de verrassing kunnen zorgen. Ik vond het heel tof vanavond in de play-off 3 dat er zoveel supporters aanwezig waren om ons te steunen. En dat heeft ook indruk gemaakt op de spelers en er ook door ja, die drive gehad om het af te maken. En dat is ook gelukt, dus hopelijk komen ze ook allemaal terug massaal op 9 mei de bekerfinale om ons te steunen en hopelijk met een goed resultaat. Kijk, het is de enige ploeg denk ik waar tegen wij 4 punten op 6 gehaald hebben. Dus we zijn niet kansloos, maar zij zijn wel favoriet. We hebben altijd goede wedstrijden gespeeld tegen Genk. Enfin, iedereen weet dat Genk meer kwaliteit heeft, maar in een bekerfinale kan alles. Voor Bram is nu al zijn tweede finale. Tegen Gent was er ook een, toch een pak volk. Maar als je dat mocht beleven als doelman, denk dat dat toch wel iets extra's mee heeft. Maar we hopen natuurlijk dat de supporters van Cercle daar toch iets kunnen tegenover zetten tegen de massa van Henk die blijkt aan te komen. Supporters zijn enorm belangrijk. Hè. Ik weet ook wel dat er al veel gaan zijn van Henk. Ik hoop ook dat de supporters van ons massaal gaan komen om te supporteren, zodat als we moesten erin lukken om de bekerfinale te winnen, dat we dus toch een hele mooie dag kunnen hebben. Maar weer, ik heb bewezen hoe schoon het dan zijn als verenigingen en de supporters, chapeau, heel toer en ze bloemen zeer steun. En dat is nu ook een hele, hele schone zondag. Dat moeten we ervan gaan maken. Het is natuurlijk een donderdag, voor ons is dat een zondag, dat is een hoogdag. En nee, voor de supporters en voor de verenigingen zijn dat ik in orde. Natuurlijk komt er dan nog wat achter. We zijn een eerste bloem mee en dat vind ik nog een beetje belangrijker. Maar ja, die donderdag is het wat apart voor de cirkel. En je weet dat het was te vieren is de cirkel ook niet bij. We gaan er zeker zijn met kleuren van groen en zwart. Kans, je hebt in een bekerfinale altijd 50% kans. Ik zeg, een wedstrijd is een wedstrijd. In één match kan er veel gebeuren. Een vroeg doelpunt dat je voorkomt, dat je kunt blijven verdedigen. Een rode kaart die valt aan de andere kant, dat soort zaken. Kan allemaal de details gaan dat beslissen. Ondanks de focus op de eindronde, we gaan ons toch trachten om daar een mooi resultaat neer te zetten. En je weet nooit. Waarom de dubbele? Ja, zeker 3 weken dronken. Yeah.